Wat verwacht je van deze wedstrijd? Goh, het is heel moeilijk in te schatten, denk ik. Het niveau gaat heel hoog liggen. Ik ga het een beetje op mij laten afkomen, maar ik ga toch heel attent moeten zijn, denk ik. En dan denk ik dat ik al heel blij mag zijn als ik er op het einde nog bij ben. Wat heeft papa jou meegegeven? Goh, heeft hij natuurlijk zelf niet nooit niet meegereden. Maar ja, het is natuurlijk wel een wedstrijd waar je echt heel hard van voor moet koersen en heel hard op je hoede moet zijn, want het kan elke moment gebeuren. En ja, ik denk dat dat wel een hele belangrijke tip is. Heb je als crosser geen voordeel hier? Ja, dat wel, denk ik. Hè. De stuurvaardigheid gaat zeker van pas komen. Maar op een gegeven moment gaat toch puur de sterkste zijn die dan naar boven komen. En dat valt af te wachten. Jouw taak is werken voor Toon Aerts of mag je zelf je kans gaan? Goh, ik weet niet dat je op zo'n wedstrijd echt de koers in handen moet nemen. Ik denk... als die situatie zich voordoet, ga ik me zeker te pletten rijden voor Toon. Daar is geen twijfel aan. Maar dat valt af te wachten. In welke situatie dat we terechtkomen. We gaan als ploeg zeker de koers niet moeten dragen. En dan is zien wie dat er mee is. Wat hoop je dit jaar nog te bereiken? Heel moeilijk. Ik heb nog maar 3 koersen op de weg gereden nu. En dat verliep voor het moment heel goed. Ik zou eens heel graag een mooie uitschieter rijden met een top 10 plaats of zo. Of een top 5 plaats, dat zou wel mooi zijn. Oké, veel succes vandaag. Dank je wel.